Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen, opgenomen op dinsdag 25 september. Het is zonnig in Nederland en er zijn kleine stapelwolkjes aanwezig. En de kans op buien die is heel klein geworden. Heel misschien dat in het noordelijk kustgebied nog een enkel buitje valt. Maar de loop van de dag blijft het toch echt overal droog. En ook morgen en overmorgen is dat het geval. Het rustige weerbeeld dat hebben we te danken aan een krachtig hoge drukgebied. Hier zien we dat met de kern zo'n beetje boven Nederland en België. En trekt langzaam wat naar het oosten toe, maar blijft weersbepalend. En dat betekent dat we morgen ook een mooie dag hebben met flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden zijn er misschien in de loop van de dag wat meer wolkenvelden aanwezig. Maar ook daar blijft het wel droog, is de verwachting. Ook donderdag nog steeds dat hoge drukgebied. Met een zuidelijke wind wordt het dan ook vrij zacht. De temperatuur kan dan gaan oplopen richting de 20 tot 23 graden. Nou, vanmiddag is het rond de 15 graden. Eh, vanavond rond de 11 graden. Er zijn dan brede opklaringen en de wind die waait nog steeds uit het zuiden en is overwegend zwak. Morgen. Gaat de temperatuur geleidelijk aan omhoog. Maar we beginnen wel na een frisse nacht. Overigens niet zo koud als de afgelopen nacht. Want toen vroor het aan de grond in het oosten en zuiden. Nou, dat kan komende nacht wel weer gebeuren. Maar of het nou weer min 2 tot min 3 gaat worden. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Er staat net eventjes wat meer wind. Ja, en morgen overdag ziet het er dan prima uit. Met flinke zonnige perioden. In het zuiden is het ronduit zonnig. Ga je wat meer naar het noorden. Dan zijn er wel af en toe wat wolkenvelden. Maar ook daar komt de zon doorheen. En dan wordt het zo'n 7%. ...tot 19 graden. En donderdag dat wordt dan die warmste dag van de week... ...met een temperatuur die oploopt naar zo'n 20 graden in het noordwesten... ...en in delen van Brabant en Limburg kan het zelfs 23 graden worden... Donderdagavond neemt vanuit het noorden wel de bewolking toe. En vrijdag zien we die wolkenvelden nog steeds boven Nederland. Ook is dan de wind naar het noorden gedraaid en dan voelt u hem al aankomen. Dan wordt het niet meer zo warm als die donderdag. De maximum temperatuur vrijdag is zo'n 14 tot 16 graden. En ook in het weekeinde hebben we te maken met temperaturen rond de 15 graden. Er zijn wolkenvelden aanwezig. Soms breekt de zon even door. En in de kustgebieden zou een enkel buitje kunnen vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.